Hallo mijn schoen van 1PNL, met vandaag een nieuwe video voor jullie. Vandaag ben ik hier met... Yes! Jij zegt nooit je naam. Nee, maar dat vind ik... Nou, ik ben dus ook een FIFA-YouTuber. Ik maak filmpjes. Je zou het even kunnen bekijken in de link in de beschrijving. Ik doe vooral veel positiviteit. Dat is wat ik doe. En kinderarbeid ook of dat niet? Nou, ik speelde laatst met een speler van onder de 1,70 meter in mijn team. Die was klein. Nee. Ik dacht echt, dit is kinderarbeid. Dat kan gewoon niet. Bleek het te Julie te zijn. Trouwens. Nu we het toch over kinderarbeid hebben. Stem op de bankjes op Fie. Ik zat net op Instagram en toen kwam ik op de donkere zij van Instagram. Ik zag iemand van Space die postte. Wij zijn de bankzitters. Wat? Ja, omdat ze op een bank zaten. Hun marketing dus mensen, doet wel goede shit. Staat hieronder een linkje. Stem.fie.nl. Stem op de bankzitters. Nou oké, in ieder geval wat we gaan doen. Ik heb het ook met Raoul gedaan. We krijgen 5 stadions. Weet je hoe dit spel werkt? Ik weet hoe het spel werkt, dit, ja. Waarom is dit pauperscherm zwart? Oh ja, hij doet het. Yes. Huh? Oké, braadwoest. Huh? Zijn we hier niet geweest? Ja, ik dacht dat dit een PSV-stadion was. Ik dacht even Ajax inderdaad, maar... Ik dacht even Ajax inderdaad. Oké. Ja, ik dacht Nederland. Ziet er Nederlands uit, vind ik. Maar het is dus Duits. Zie alleen braadwoest staan. Mogen we nog lopen ergens heen? Kunnen we ook wel naar binnen, of hoe zit het? Oh, wat zien we hier? Mainz? München. Nee. Ja, hier. Het logo. Oh mijn god. Makkelijkste ooit dit. Dit is echt simpel. Zoek een stadion op. Even klik hem goed aan. Ja. We gaan vooraan hier voor de 5000 punten. Weet je ongeveer waar het in München ligt, het stadion? Of heb je echt geen idee? Zuid-München. Ja? Geen idee. Zie je het Kampioenpark? Kampioenpark, ja. Kampioen. Ja, het is de Allianz Arena. Als je nu overheen gaat, dan zie je het wel. Want het is wel een groot iets, hè. Je ziet ook gewoon zo'n ronde vorm toch vaak. Met een midden gewoon gras. Kijk, op het moment dat hier Duits restaurant Paulaner en Nockeberg staat, dan zou je toch ook wel Allianz Arena moeten kunnen vinden. Het zal wel in de buurt zijn van een soort van trein iets of zo. Wat? Niks. Nee, het is echt wel een grote... We got it. Ladies and gentlemen. Klik erin. Ja, dat is 100% score. 0 meter. Is goed. Nee, we moeten kijken waar welke kant. Echt? Hier is braadwoest. Hij is genummerd. Hij is genummerd. 106 zaten we toch? 109 staat 109. Hier. Oh ja, maar we moeten terug naar het begin. 107. 107. Hier zo. Make hier zo, toch? Ja, is prima. Ja? Dit moet 5000 punten zijn. Tuurlijk! Boom. 19 meter, vanaf 19 meter. Punten. Lekker, prima. Lekker, goed gedaan. Eerst eens binnen. We gaan Raoul verslaan, easy. Oh ja, trouwens, de score met Raoul was 24.386. Volgende. Deze is echt wel heel simpel. Oké, waar zijn we nu? Oh mijn god. Dit is zeker Oost-Europa. Wat is dit überhaupt? Dit meen je niet. Kun je nog naar binnen, of niet? Ja, kijk, ga daar naar binnen. Ja, daar. Dat kan niet. Nee? Nou, Raoul, gefeliciteerd, je hebt gewonnen. Wat is dit, man? Wat voor land denk je dat het is? Ja, Portugal denk ik of zo? Ja, ik moest ook wel denken aan Portugal, maar dit is... Nee, dit zijn sowieso geen Oost-Europese. Ja, nee, die daar lopen. Nee, denk, je stack. Karten, dat is Duits. Gaat mij, what the fuck? Je wordt in stadions gedropt, maar die staat nergens op. Dit kan allemaal hierheen rijden, lopen. Ja, okay, zoek. Ga lopen, gewoon of we iets kunnen vinden van de stad. Daar staat wat. Centro Kibas. Dit is niet Duitsland. We hebben dit allemaal uitgekomen. Dit is echt raar, normaal kan je het stadion helemaal niet uit. Dit is echt glitched. Wat is dit voor buurt waar we land zijn, jongen? Roemenië of zo. Ja, dit is Roemenië, ja. Misschien is gewoon Griekenland. Wit-Rusland. Minskas. Polokas. Minsk! Die Roemenië heeft wel een A-weg. Als je kijkt naar de weersomstandigheden, wat denk je dan aan? Niks. Kevin, niks. Hier hebben we zoveel namen. Hier moet je er toch wel één van vinden, zou je zeggen. Ja. Hey, waar staat dit voor? Ja, dat zei ik. Waar staat BY voor? Is het niet Hongarije of zo? Is het niet gewoon makkelijker? Tsjechië, Polen? Polen. Is het gewoon Polen? Dit is een heel ander spel geworden ineens. Dus we moeten hier ergens zijn. Hier of zo, hier denk ik. Er zitten mensen inmiddels een half uur te zoeken op dit, hè, legit. Oké, ik zeg, we zetten hem hier neer. Ja, we kijken maar gewoon. Boeien. Oh mijn god. Ja, we zitten gewoon in het goede dorp. 700 meter maar. Mensen, we hebben hem. Yes. Dit is wel echt pittig. We zijn hier bijna een uur mee bezig. 50 minuten. Sorry trouwens, mensen, voor de webcam. Maar ja, dit ding heeft AIDS. Mensen, je hebt waarschijnlijk niet door dat het een dag erna is. Maar dat is het wel. We hadden een probleem. We hebben ook meer punten dan dat we hadden. We hebben 4 punten meer volgens mij. De reden daarvoor is. Dit spel liep vast. En we kregen een zwart scherm. En ik moest gaan, want ik ging naar Dortmund. Dus we zijn hier nu met de derde. De eerste twee hebben we dus. Ja, een kutpot gewoon, trouwens. Nou, in de eerste was het echt een leuke pot. Maar ja, Dortmund echt helemaal verneukt. In ieder geval, we hebben net dus die gevonden. Net in de video met die Russische kathedraal. En nu hebben we er weer zo een. Maar dit is 100% Spanje of Portugal. Dat kan niet anders, toch? Ja, dit is wel echt zeker met bergen en zo. Oh, daar staat iets op het bordje. Oeh. Stadio Calcio Atletica Leggera. Nou, dit is makkelijk. Calcio. Dat is toch Italiaans? Ik dacht dus echt dat het allemaal hoogst niveau was. Maar ja, dat lijkt me niet als je dit zo ziet. Ze hebben wel. Cijfers. Oh ja. Rimini! Dat is Hondo's in Italië. Rimini! Zo zoek naar Rimini. Rimini is echt zo'n tokken verblijfplaats voor vakantiegangers. Dat Albufera van Italië. Ja. Hier, Rimini! Oké, zullen we een stukje doorlopen? Ja. 13 kilometer. Hoeveel Rimini. Kilometer? 10? 13. 13? En 11 San Marino. Moet hier ergens liggen tussen Rimini en San Marino. Dat kan niet anders. Oh, 2 kilometer richting de A14. We weten niet of die stad Leggera heet. Nee, ik zou zeggen in dat dorp daarboven. Hey, stadion. Gros Rimini. Ja, nog. Ik zat nu in je beeld. Helemaal rechts, boven. Dit is hem, hè? Het zou kunnen. Check even. Ja, klopt niet, maar deze weg loopt zo weg. En dat doet deze niet, toch? Nee, dus misschien zit de sportschool. Vietto Chilore, Museo Olimpico, Lamprou, Griekenland.
Dus toch, Marino Moretti. Hoe heet de hoofdstad van San Marino? San Marino. San Marino. Oh, misschien gaat het daarom. Ja, het is dan sowieso in San Marino. Ja, want anders, want ze zei ook hoogste niveau. Olympisch stadion van San Marino is het gewoon. Hier. Hey. Ja, godverdomme, we hebben hem gewoon. Honkbalveld. Ja, yes. Godverdomme, man, het goed. Jezus, we hebben hem gewoon. Lekker zeg, make guess. Dit is echt San Marino, hè? Boom, ja, 5000 ja. Punten, lekker. Nou, dat zijn Tuurlijk. Wij goed in dit spel. Oké, okay, hopelijk ja, wordt het scherm nu niet zwart. Yes. Oranje leeuw. Dit is op zich ook lastig, want je kan het stadion niet hebben. Die andere is ook lastig, omdat je het stadion niet in kan. Deze is toch wel vrij lastig, hè? Het is een stadion met de Sintelbaan. Svoa, gast, dit lijkt zo erg op het stadion waar ik een keer geweest ben. In, wat was dat? Wit-Rusland. Dit is Griekenland. Ik denk ook weer een Olympisch stadion, man. Maar het is kut, want we kunnen niet uit... Oh, wacht, daar kunnen we daardoorheen. Daar is een uitgang, toch? Ja, dit wordt geen driepunter. De honden zijn ergens in Griekenland. Hebben ze niet de Olympische Spelen van Athene hier gehouden of zo? Ja, zoiets denk ik. Nee, dit is het niet. Wat is het dan? Russisch of zo? Want we gaan hier een zware boot in op deze. Dit kan letterlijk overal zijn. Ja. Zullen we Macedonië tieven? Skopje. Ja, Skopje. Doe maar Skopje. Ja, Skopje. Laten we zien waar het is. Oh! Wat? In Sofia, Bulgarije. Oké, is niet heel slecht. Maar het gaat nu wel lastig worden om van rol te winnen. Vrijwel onmogelijk eigenlijk. Ben ik daar geweest ooit? Sofia, ja. Je bent toch naar Nederland-Bulgarije geweest? Nee, het was Wit-Rusland volgens mij. Nee, je bent in Bulgarije geweest. Echt? Zeker. Sofia. Oh mijn god, ik ben letterlijk in het stadion geweest. Mensen, dit kan toch niet? Gozer. Oh? Ja, die zou wel simpel zijn. Dus kap nou. Echt? Heb je die rare kleur? Nee. Nee, is niet kan. Nee, gast, het is ook zo onscherp. Het doet me denken aan Italië. Ik weet niet waarom. Met van die zo'n betonnen rand eromheen of zo. Wat is dat? Ja, nee, dat is een Sintelbaan die ingegoten is in beton of zo. Wat is dit voor land? Portugal zo, denk ik. Wat is dit voor gebouw? Is een lichtmast. Lol. Oh. Ik denk echt, dit moet toch wel Portugal zijn. Wat is dit voor rotzooi hier? What the fuck? Zie je kettingbotsing net geweest? Dit ziet er wel een beetje uit zo'n all-inclusive Turkije hotel, ja, toch niet? Ik denk Turkije. Het is niet Galatasaray stadion. Antalya, daar ligt het, 100%. Ja, ik denk een Zuid-Europees land en dat is een van die drie. Hey. Griekenland. Zou ook kunnen. In Athene. Weet je wat? Het boeit me geen reet. Laten we er Athene. Een eind op breien. Oh mijn god. Armenië. Oh, dat was dicht bij Turkije. Armenië? Dat was Turkije wel een goede guess. Is Armenië Europa? Ik wist niet dat het Europa was, man. Flikker op, man. We zijn genaaid! Dit is wel vrij genaaid, ja. Dit hadden we nooit kunnen raden. Oké, man, als we de 7500 likes hebben, wil je dan nog een keer meedoen? Ik wil sowieso nog een keer. Maar dan moeten we gewoon even... Jullie kregen Chelsea, Real Madrid en... ja, dat is waar, ja. Dat is waar. Ik ben in ieder geval wel blij dat deze verder vandaan is. Anders was ik wel echt een lulletje rozenwater geweest. Dat ik die ene fout had met... waar ik gewoon op geweest ben. Oké, mensen, ik wil je bedanken voor het kijken. We hebben in totaal 19.011 en dan min 5. Dus 19.106 punten. Mensen, ik wil je bedanken voor het kijken. Mattie, dankjewel voor het meedoen. Was leuk, Doei. Hè? Was leuk, hè? Ja, we hebben in totaal 40 plus 50 minuten is anderhalf uur opgenomen op 5 stadions zoeken. Mensen, bedankt voor het kijken. Het lijkt veel om je de volgende keer. Ik zie jullie. Ja, ik zie jullie weer later. Oké. Okay. Ja, hey, doei. Dat is ook zo. Doei.